wat is er aan de hand? Wat gebeurt er? En ja, voor we het wisten kwam er zo pas die klap tegen de deur. En wij stonden zo zeg maar op de trap. En wij dachten, joh, wat is hier aan de hand? Ja, het is weer tijd om de nieuwste aflevering van je favoriete programma te gaan bespreken. En dat was me er weer eentje, hoor. De fotolijstjes draaien over uren, de emoties lopen hoog op en er hangt onwijs veel romantiek in de lucht. Deze aflevering bespreek ik samen met een knappe, stoere single die een luisterend oor is voor Bert en die er altijd een feestje van weet te maken in de villa. Kim, wat leuk dat je er bent. Ik ben heel blij dat ik hier mag zijn. Ja, superleuk. Jij bent echt een feestje, hè? Want iedere keer als ik jou voorbij zie komen, dan lijkt het alsof jij de gangmaker bent. Ja, je hoort me of schreeuwen, of zingen, of lachen. Eén van die drie. Wat vond je het allerleukste aan Temptation? Ja, het zijn geen vrienden, het is familie. Echt waar? Ja, absoluut. Ja, je maakt daar superveel mee. Je hebt natuurlijk geen telefoon. Je moet het doen met de mensen die daar zijn. En ja, er willen zoveel mensen meedoen aan het programma. En dan ben jij degene die daaraan mee mag doen. Ja, dat is kicken. En op je werk? Ja, ik ben militair. Ik zit bij de landmacht. Als ik zo naar jou kijk en ik weet ook helemaal niet wat ik me moet voorstellen van de landmacht. Ja, ik denk dan een hele hoop stoere kerels en een hele hoop stoere grotere vrouwen. En dan zie ik jou hier zitten en denk ik, wat vet! Ja, dat is even een keer wat anders. Ja. En ik vraag me ook af wat jouw collega's ervan vinden dat je hebt meegedaan. Ja, wij zitten elke donderdag met de collega's in de bar te kijken op een heel groot scherm. Dus dat is echt mega leuk. Is dat niet heel spannend om dan naar jezelf te kijken met al je collega's? Ja, je weet natuurlijk nooit wat ze laten zien. En daar, nee, superleuk. Mijn werk vond het gewoon prima. Wat is nou moeilijker, een militaire operatie of in een villa zitten met 12 vrouwen en 4 hele intense mannen? Dat kies ik voor 12 vrouwen in de villa. Ja? Ik denk dat dat werk wel meer steady is dan als daar. Ja, meer steady. We hebben het hier over een militaire operatie. Hè? We gaan meteen naar een fragment kijken, want in beide villa's gaan er lijstjes af. Maar in jullie villa komt het nogal hard binnen. Ja, ik was wel dronken die avond. Nou, slaap lekker. Ik zie jullie morgen wel dan. Oh. Maakt niet uit, je is gewoon dronken. Maakt niet uit, maakt niet uit. Ja, ik ben eigenlijk meer bang dat Aileen zeg maar, mij even schuld gaat zetten. Dat zij niet beseft wat ze aan het doen is. En ja, daar ben ik eigenlijk gewoon bang voor. Ze heeft niets verkeerd gedaan opnieuw. Ik vind het raar dat hij zo heftig reageert. Ze raakt niemand aan, ze gaat niet meer naar de kamer. Ze doet niks met andere mannen, ze is enkel dronken. Wat is het probleem? Dat was juist die afspraak, dat zei, ze moet drinken. Ja, maar wat wij doen het eindelijk. Ja, gewoon heel erg hypocriet. Dat zij gewoon met andere mannen drinkt en niet met mij. Ik vind deze reactie vrij heftig, want ik zie hier een meisje die aan het dansen is, helemaal alleen. En jij was hierbij, hè? Nou ja, het was wel leuk om te vertellen, want wij zaten zeg maar achter dat hoekje, zeg maar op die trap. Wij hoorden dat fotolijstje, dus ja, wij dachten natuurlijk paniek, dus wij gingen naar beneden. Wij hoorden dus Aileen zeggen, ja, ik heb scheid aan de regels. Dus ja, wij dachten, jee, wat is er aan de hand, wat gebeurt er? En ja, voor we het wisten kwam er zo pas die klap tegen de deur en wij stonden zo zeg maar op de trap. En wij dachten, joh, wat is hier aan de hand? En ja, wij hoorden achteraf wat de beelden waren en toen dachten wij, maat, doe rustig, er is niks aan de hand. Ik denk dat jij in deze tussentijd al meer regels hebt verbroken dan dat zij het nu doet. Hij is behoorlijk overstuur, hij wordt echt een beetje gek. Heb jij ook een keertje zoiets in jouw eigen relaties meegemaakt? Heb jij relaties gehad? Dat weet ik eigenlijk ook helemaal niet. Ja, ik heb wel een relatie gehad. Ook een relatie met een meisje gehad. Oh ja? Je bent bi? Allebei, ja, bi. In dit opzicht is het dus ook mogelijk geweest voor jou dat jij een klik hebt met een van de dames? Ja. Dat was mogelijk geweest. Maar dat is niet gebeurd. Ja, ik had mijn hand vol aan Bert. Sorry, ja, meid. Ik denk dat je ziet er echt maar de helft hè, in zo'n aflevering. Ik was alleen maar met hem. Vind ik ook helemaal niet erg, hoor. Goed, het hield niet op bij Efraïn, want Wouter en Bert gingen ook even naar het fotolijstje kijken. Hallo. Julia blijft weer bij die boy plakken. Dus die blijven hier ook, man. En aan het eind van die beelden zag ik dan dat mijn vriendin weer alleen in de woonkamer blijft plakken met die jongen. Ja, dat maakt me toch jaloerser dan dat ik had verwacht. Rustig, rustig, Wouter, rustig.
Rustig blijven, man. Zij blijft ook daar in een eentje met die boy zitten. Rustig blijven, gasten. Ik vind de reactie van Wouter terechter als de reactie van Everin. Want ik vind het beeld die Wouter heeft gekregen eigenlijk nog heftiger. Ik zie daar zeg maar meer dreiging in als degene die nu naar boven is gelopen. Maar zoveel dreiging dat je tegen een deur aanslaat? Ja, dat weet ik niet. Maar ik zie in Niels wel een soort van kleine Wouter. Kijk, de ene die slaat de deur, de andere slaat de andere deur. Die hele knokkels, die waren gewoon paars, blauw, dik, bij allebei. Joyce die is ook fysiotherapeut, dus die heeft ook wel even gekeken of het überhaupt nog niet gebroken was. En dan moet je nog op date. En dan moesten we nog op date. Ja, het werd steeds later en later en later. Goed, na alle drama is het eindelijk tijd voor de avonddates. En Bert neemt jou mee op pad. Ja. Ik heb met u een band die ik met niemand anders in de villa heb. Ja, jij brengt in mij iets los wat geen enkele andere dame hier tot nu toe heeft gedaan en ook wat ik niet verder wil onderzoeken. Kijk, een romantische klik zou ik nooit met jou kunnen vinden. Omdat ik dan toch meer voor de bad guy zou gaan. Ik wil hem hier proberen te helpen en ik wil hem, als ik terug ben, ook nog altijd helpen. Maar het is echt vriendschap en niet meer. Ik zie voor alles, hè. Dit is wel echt de hardste friendzone waar ik iemand in gegooid heb zien worden. Ja, dit deden we altijd. Bert en ik deden dat altijd. Gewoon met praten, na het praten, altijd zo. Maar Bert geeft jou eigenlijk een hele grote liefdesverklaring. Ja. En jij zit daar. En wat denk jij? Wat gaat er dan door jou heen? We hadden wel een klik hoor, Bert en ik. Want ik kon super erg met hem lachen. Ik heb echt groot plezier met hem gehad. Maar ik denk dat je iemand die ook in zo'n positie zit dat hij heel erg kwetsbaar is, juist beter in één keer heel goed eerlijk kan zijn, dan dat je het zeg maar laat oplopen. Hij zegt dus op een gegeven moment ook in deze aflevering dat er dus iemand thuis op hem zit te wachten. Ik heb iets meer dan een jaar geleden een dame leren kennen die mij wel aangegeven had interesse te hebben in mij. En dat iedereen ook ziet dat dat meer is dan gewoon normaal zijn. Ik kan ze niet meer volgen. Ik kan ze eigenlijk niet meer volgen. Ja, like what the fuck? Ja. Ja, dat was wel even slikken. Wat is het belangrijkste advies dat jij Bert over zijn relatie hebt gegeven? Nou ja, kijk, in een relatie moet je sowieso jezelf blijven. Kijk, hij vond Delphine gewoon zo leuk dat hij eigenlijk alles over had voor dat meisje. En hè, dat masker eigenlijk steeds meer ging opzetten. Om steeds meer de perfecte man voor Delphine te zijn. En daardoor is hij zichzelf, denk ik, al in het begin verloren. Maar na 10 jaar al helemaal verloren. Ja, en dan weet je uiteindelijk ook niet meer wie je zelf bent en wat je zelf leuk vindt. Dus ik denk dat het belangrijkste is wat ik heb meegegeven, dat hij in een relatie pas moet stappen als zichzelf. Wauw. Mooi advies. Ja, toch. Mooi. 22, hè? Ja. Hou op. Echt niet. Ja. Ja, gewoon luisteren naar andermans problemen. We gaan naar een volgend fragment kijken. Ja, ja, leuk. Terwijl Bert heel hard gefriendzoned is, vinden Nico en Donna liefde bij een hand. Misschien een hele lichte vorm van vlindertjes. Ja, feels like magic. Dat is gewoon heel plezant. Het is echt wel al lang geleden dat ik me zo gevoeld heb. En ik vind het zelf nog altijd super raar gewoon dat ik dat voel. Maar ja, het doet me echt wel heel veel deugd. Misschien een beetje zo. Klein beetje vlinders in mijn buik. Langs mijn kant is de verleiding heel groot om haar een kus te geven. En ik denk eigenlijk langs haar kant ook wel. Cool.
Ja, ik ga alleen maar lachen. Ik vind het helemaal, helemaal zo'n kippenvel gevoel. Dat oogcontact tussen Donna en Jimmy, als je kijkt naar die ogen. Oh, ja, mijn god. Zij eet Jimmy op met haar ogen. Feels like magic, wat Laura zegt. Dat was ook echt zo. Het vuurwerk gewoon spoot van hun af. Kijk, bij Donna was ik natuurlijk niet. Maar als ik die beelden zo zie, ja, dat is gewoon het moment. Die spanning zit daar helemaal in. Allebei los van elkaar. Ja. Nico, Laura ook samen. Daar zat je natuurlijk wel front row. Hoe was dat? Ja, ik heb dat eigenlijk vanaf moment 1 al wel gezegd. Dat die twee wel bij elkaar pasten. Denk je dat het beter is dat Nico en Donna uit elkaar zijn? Als ik dat zo zie, dan denk ik, zij horen gewoon bij Jimmy en bij Laura. Ja, dat denk ik echt. Ik wil je heel erg bedanken dat je er was, want ik vond het echt een feestje om je beter te leren kennen. Ik vond het ook superleuk dat ik hier was, lieve schat. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat aflopen. Ik voorspel dat de volgende aflevering echt smullen wordt. We gaan hem weer samen bespreken. Tot dan! You know.